Toyota Supra. Ik zit er voor het eerst in, maar ik ben niet de eerste die erin rijdt. Want ons aller Wouter, zijn koninklijke driftheid, die heeft natuurlijk al met de Supra gereden. En die was best enthousiast over die auto. Alleen die had ook wat opmerking. Ja, een beetje veel grip. Hij kan misschien wel wat extra vermogen gebruiken. En we zijn even afgereisd naar Aken. Naar AC Schnitzer. Want laat die nou net een oplossing hebben voor dat probleem. Ja, even terug naar de Toyota Supra zelf. In standaard vorm 340 pk, 500 Nm koppel. Echt wel een serieus rappe auto. En natuurlijk samen ontwikkeld met de BMW mensen. Die de Z4 daarvan hebben gemaakt. Een soort van Supra zonder dak en dan minder mooi. En ook de aandrijflijn dergelijke komt dus helemaal daar vandaan. Niet alleen de aandrijflijn, ook een hele hoop spullen in het interieur komen daar vandaan. En nou ja, daar is wel wat commentaar op geweest. Maar goed, laten we daar lekker voorbij stappen. Die discussie hebben we ook al in de vorige video en de comments daar kunnen voeren. We hebben nu een Supra. Hij is zoals die is. Ja, er zit een BMW motor in, er zit een BMW versnellingsbak in. Deal with it. Dat is nou helemaal zo. En als BMW nou rommel zou maken, dan zou het erg zijn. Maar dat doen ze natuurlijk ook niet. In de basis is dat natuurlijk gewoon die 3 liter 6 cilinder van een heerlijk blok. Dus laten we daar vooral niet over zeiken. Zoals ik al zei, standaard 350 pk, 600 Nm. Maar de heren van AC Schnitzer, die hebben daar het een en ander aan toegevoegd. En dat zorgt ervoor dat we nu rondrijden met 400 pk en 600 Nm koppel. Kunnen we ook heel makkelijk checken of dat dan meteen betekent dat de tractie op de achterwielen wel wat makkelijker verbroken kan worden op die hele brede achterwanden. Maar zoals je ziet, zoals je ook hier op dit raampje ziet, de weersomstandigheden zorgen ervoor dat je wat dat betreft vandaag niet echt nodig had gehad. Ik kan je wel vertellen dat dit blok serieus indrukwekkend is. Maar we gaan het zo wel even hebben over het rijden. Ik wil eigenlijk eerst eventjes door de accessoires van AC Schnitzer heen hobbelen die ervoor zorgen dat je hem ook daadwerkelijk kan herkennen als iets speciaals. Want jullie hebben al gezien, deze auto ziet er net eventjes iets anders uit. Om te beginnen, misschien meest in het oog springend, andere wielen. Heeft AC Schnitzer sowieso wel een naam van dat ze hun eigen velgen ontwikkelen. Forged exemplaren, dus hoe zeg je dat in normaal Nederlands? Gesmeed. Heel goed, dankjewel Martijn, ik kon er even niet op komen. Gesmeden wielen, dus mooie techniek. Dus mooi stijf en sterk en stevig en zo. Niet al te zwaar als het goed is. Of het ontwerp ding is, dat mag je zo eens van vinden. En dat geldt eigenlijk voor heel veel van de opsmuk die deze auto heeft. Weet je, die extra splitter, de spoiler achterop, de extra dingen op de motorkap om de nep ventilatiegaten. Het is ook zoiets moeilijks in deze auto. Al die nep-openingen die je dus zelf open zou kunnen maken, maar dat heeft AC Schnitzer overigens ook niet gedaan. Maar er zitten units op de motorkap die je overigens ook van binnenuit de auto ziet, dus daar heb je daadwerkelijk wat aan. Kijk, je velgen, dat zie je niet als je aan het rijden bent, maar die dingen die zie je gewoon zitten, dus dat is wel weer grappig. Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat deze auto er toch echt wel wat dikker uitziet. Heeft ook wel een prijs. Maar één van die dingen, ga ik meteen nu zeggen, moet je toch gewoon kopen. En dat is de achterspoiler. Die is van carbon. Die kost net iets meer dan 3000 euro. Wat natuurlijk serieus geld is. Ik ga je zo even uitleggen ook waarom dat is. Maar dat ding is niet alleen handig voor een beetje extra downforce. Het is met name ook handig omdat als je de kofferklep opent van de Supra, dan opent hij maar een heel klein stukje en je hebt niet echt een plek om de kofferklep dan vast te pakken. En met die spoiler kan je gewoon zo op de hele achterklep makkelijk optillen. Dus het is ook gewoon een hele praktische accessoire. Waarom het dan zo duur is? Tenminste, wij vinden dat best prijzig. 3000 euro voor een spoiler heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste, het is echt carbon, dus je wordt niet genept. Ten tweede, het is allemaal een soort OEM-kwaliteit. Wil AC Schnitzer leveren, dus echt alsof het uit de BMW-fabriek zou komen. Een beetje Alpina-achtige denkwijze wat dat betreft.
En in Duitsland heb je natuurlijk TÜV-goedkeuring nodig voor alles wat je op en aan je auto schroeft. Al gaat het om ventieldopjes, volgens mij. Dan moet er alsnog een bepaald keurmerk op zitten. Ja, en om dat allemaal goedgekeurd te krijgen, dat kost gewoon een hoop ontwikkelingstijd, een hoop geld. En ook dat hele proces kost gewoon een hoop geld. Dus vandaar dat er best wel een prijskaartje aan zit. Dan hebben we in het interieur ook nog een paar accessoires. Eentje die op deze auto niet gemonteerd zit, maar die je wel zou kunnen kiezen, zijn de metalen schakelflippers. Dan hebben we nog de iDrive knop natuurlijk. Die kan je ook met de AC Schnitzer logootjes en dingetjes en afwerking krijgen. In mooi mat zwart. Wel heel gaaf, maar kost ook wel gewoon €173. En wat hadden we nou nog meer? Er was nog iets van AC Schnitzer hier in het interieur, meen ik mij te herinneren. Oh ja, de sleutelhouder. Ik ga hem jullie laten zien. Er zit nu even geen sleutel in, maar deze die kan je in je bekerhouder doen. En dan kan je dan je sleutel instoppen als je aan het rijden bent. Ik heb de sleutel nu in mijn broekzak, ik ga hem er ook niet uitvrotten, maar het past, geloof me. Onderstel is speciaal door AC Schnitzer ontwikkeld, is volledig in hoogte verstelbaar, traploos. Net zoals je dat normaal gesproken met je verschillende rijmodi bij BMW zou kunnen doen. En is ook gewoon daarmee instelbaar. Dus als je de sportknop drukt, dan gaat hij ook het onderstel aanpassen naar een sportmodus enzovoort. Dat werkt allemaal keurig. Nou, dat kost een kleine 3,5 mil. Heb je ook meteen 30 tot 40 mm verlaging. En dat betekent dus dat hij ook meteen een stukje agressiever staat. Dat onderstel is niet zomaar eventjes van, oh ja, hij moet wat lager, hij moet wat strakker aanvoelen. Nee, zo werkt het niet. AC Schnitzer kijkt echt heel erg naar de karakteristiek van hetgene er al aangeleverd is. Dus ze hebben echt eerst met de gewone Supra gereden, gekeken van, oké, hoe zouden we dit kunnen verbeteren? En dat betekent dus ook dat ze in sommige gevallen auto's bijvoorbeeld eigenlijk comfortabeler maken. Dus zachter in de demping. En dat ze hem alleen maar wat strakker zetten voor sportief gebruik. Dat heeft dan weer te maken met snelle en korte bewegingen van de dempers en dergelijke. Nou, dit onderstel, ik moet wel zeggen, voelt echt heerlijk. Ik heb natuurlijk niet met de standaard Supra gereden, maar wel met de Z4. En wat ik met name gewoon fijn vind, is dat op de een of andere manier lijkt je veel meer verbinding met de auto te hebben. Qua stuurgedrag, het voelt directer, het voelt scherper dan dan de standaard Z4 die ik gereden heb. Of je dan ook weer sterker, scherper en strakker voelt dan de Z4 van AC Schnitzer, dat weet ik niet. Maar ik beloof je, daar komt een aparte video van. Dan het motorische deel nog. Wat ik al zei, veel meer vermogen. Ja, ik kan het vandaag gewoon amper testen, omdat het zo takkenweer is hier in de Eifel. Maar ja, hij heeft wel serieus meer grunt. En je moet best een beetje wakker zijn als je rijhulpjes uitzet. Straks een haarspeldbochtje. Legt we even een klein driftje, dacht ik. En ik had hem gewoon op de traction mode staan van het ESP. Dus dat betekent dat hij echt nogal ingrijpt als het misgaat. Maar ja, desondanks moest ik wel eventjes flink hoepelen om de auto weer in de juiste lijn te krijgen. En wat vind ik dan van deze Toyota Supra Pi AC Schnitzer? Om het maar eventjes helemaal volledig te maken. Ik word hier wel serieus hebberig van. Ik vind het jammer dat ik hem niet in het droog heb kunnen proberen. Want ik denk dat ik dan ook echt nog wel misschien nog meer plezier had gehad. Maar dit is wel echt een hele fijne auto. En ondanks dat hij zo laag oogt, voelt hij helemaal niet moeilijk hard of zo. Maar gewoon perfect gebalanceerd eigenlijk. Echt een hele fijne machine. Moet er wel meteen bij zeggen, al dat moois heeft een prijskaartje. Want als je dit hele pakket wil, dus met alle bumpers, dingen, spoiler, interieurpakket, motor upgrade, onderstel, de whole shebam. Ja, dan ben je wel gewoon bijna €22.000 kwijt zoals die hier staat. Ga je bijvoorbeeld alleen voor de motor upgrade, dan is dat ongeveer €4.500. Ja, dat is al, of nee, €4.000 moet ik wel goed zeggen. Pak je dan een einddempertje erbij, ja, dan is dat alweer €2.500 meer. Het is, al het leuke spul kost geld. Maar het is wel onwijs gaaf en ik ben echt heel erg blij dat ik hiermee heb kunnen rijden vandaag. De tractiecontrole werkt ook gewoon nog, ESP en zo, als nodig is. Ik ga nog even doorspelen. Doei!